U bent precies de allerlaatste gelukkige die nog een bokje verdiend heeft. Ja! Een boxie voor de energie. Het is zo makkelijk zo'n doos. Er zit een boerenvol cadeaus. Ga je nu al besparen. En als die keer kapot gaat, over een jaar of 10, heb je je reservelampen nog in de kast zitten. Doordat de energieprijzen enorm zijn gestegen, is het 2 keer zoveel wat je bespaart. Dus als je de verwarming nu een graad lager zet, bespaar je niet 50 euro op jaarbasis, maar 100 euro op jaarbasis. Het is zo makkelijk zo'n doos, er zit een boerenvol cadeaus. Waarmee je energie bespaart, zodat je heel veel geld vergaat. En als ik s'avonds visite heb, kan ik ze allemaal laten zien wat ik met mijn box verdien. Met mijn energiebox verdien. Met mijn energiebox verdien. Iedereen in de stad heeft al van ons een energiebox gehad. Rotterdam stond in de krant, is nu de groenste stad van Nederland. Een boxie voor de energie, dan krijg je een boxie voor de energie. Het is zo makkelijk zo'n doos, hij zit op woorden vol cadeaus. Waarmee je energie bespaart, zodat je heel veel geld vergaart. En wil je een boxie. En als ik s'avonds visite heb, kan ik ze allemaal laten zien wat ik met mijn box verdien. Met mijn energiebox 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 010. Zij is de allersterkste vrouw van de hele wereld. 1. 2. Linkervoet erop. En 3. Opstappen. Ja! Kijk maar naar het publiek. En je krijgt een groot applaus. Hier in, speciaal midden in de tocht. Hoi! Een boxie. Wil je een boxie voor de energie? Dan krijg je een boxie. Krijg je een boxie voor de energie? Het is zo makkelijk, zo doos. Hij zit de boeren vol cadeaus. Waarmee je heel veel energie bespaart, zodat je heel veel geld vergaart. Ik heb een boxie. En als ik s'avonds visite heb, kan ik ze allemaal laten zien wat ik met de box verdien. Met mijn energiebox verdien. Met mijn energiebox verdien. Iedereen in de stad heeft al van ons een energiebox gehad. Rotterdam stond in de krant, is nu de groenste stad van Nederland. Wil je een boxie voor de energie, dan krijg je een boxie voor de energie. Het is zo makkelijk zo'n doos, hij zit de boeren vol cadeaus. Waarmee je energie bespaart, zodat je heel veel geld vergaart. Ik heb een boxie. En als ik s'avonds visite heb, kan ik ze allemaal laten zien wat ik met mijn box verdien. Met mijn energiebox 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 verdien. Heb je ook al een boxie? Nee. Ik heb eigenlijk zelf een grote isolatie. Ja. Ik vind
het zeker belangrijk dat mensen hun huis isoleren en maatregelen nemen, want we hebben maar één planeet, hè? Dus vandaar. Ja, wel gebruiken, maar ik moet eerst even kijken wat erin zit. Ik vind het heel erg belangrijk om met z'n allen te letten op het milieu. En vandaar dat ik daar graag mijn eigen steentje aan bij wil dragen. En heb je het gezien wat er allemaal in zit? Ja, zeker. Hebben ze jou goed uitgelegd? Ja, zeker, in de rij. En denk je dat je bijna alles kan gaan gebruiken? Een hele hoop in ieder geval wel, ja. Ja, ja. En waar heb je het meest aan, denk je, wat erin zit? Dat durf ik nog niet helemaal te zeggen. De douche, denk ik. Ja, ja. Toch wel? Ja. Hey! Welke smaak heb je? Aardbei, banaan, ja. Chocola, citroen, pistache, tristana, vanille, mango, Oké, kijk eens aan, hartstikke leuk. Hij smaakt nog een snoepje krijgt. Echt een pastiesuisje. Oké. Wat vindt u, heeft de doos opgehaald? We hebben de doos opgehaald. En wat vindt u ervan? Weet wat erin zit? Zo ongeveer. Zo ongeveer? Een douchekop. Ja. En het licht zit erin, heb ik gehoord. Dus daar hoef ik ook niet meer achteraan. Nee, dat is helemaal voor elkaar. U denkt dat u bijna alles gaat gebruiken? Ja. En anders geef ik het weg aan de kinderen. Die kunnen ook nog wel wat hebben. Ja. Want je moet... Als het nou eens kan, moet je delen. Hè? Maar het is wel belangrijk dat je isoleert en dat je een beetje oplet wat je gebruikt. Ja, dat vind ik wel. Dat ben ik serieus. Ja. Ik ben altijd bezig geweest om zoveel mogelijk voor mezelf te zorgen dat het zo goedkoop mogelijk werd. Kinderen werden gek van me. Deur dicht. Weet je al dat soort dingen. Ja. Nee, maar heel erg. En de vloerverwarming en zonnepaneeltjes en dakisolatie. Ja. Ja, nee, en composteren, belangrijk. Composteren. Ja. Goed voor het milieuzorg. Nou, we hebben die box weer halen. Ja. En we zijn er heel blij mee en die gaan we echt gebruiken. Huh? Ja, er zitten heel veel lampen in en tapstrip en band, geloof ik. Band zit erin en folie voor tegen de muur achter de verwarming. Juist. En dat gaan we gebruiken. En ik maak ook bij de mensen wat los. Om eventjes goed in hun eigen huis te kijken. Van, qua warmteverspilling en dat soort zaken. Zeker nu het nog gas zat... te duur is. Ja, zo. Dat, ja. Maar de rekening mogen we niet inleveren, hè, bij de de galie, hè? Nee, het is geweldig. En er was heel veel animo voor. Ik heb net lang in de rij moeten staan. En het is gewoon heel leuk gebracht ook. Er is iets leuks voor de kinderen om te doen. En het is gezellig samen zijn met Half Rozenburg, allemaal bekenden. Daarom dus, komen we elkaar weer tegen. Superleuk. Hè? Nou, daarom. Vandaar werd ik gerust en gekroond. Ik ben Mo met Hassene, ik werk voor het Rotterdams Milieucentrum. Ik ben ook projectleider op Zuinig en daar valt op dit ogenblik ook Energiebox 010 in. Met Energiebox 010 werken we samen met alle met partners zoals Wijk Energie Werkt en de Energiebank en de gemeente Rotterdam. En we zorgen dat die energiebox met energiebesparende artikelen bij de Rotterdammers komt. Dat doen wij door 15 evenementen te organiseren. We vinden het belangrijk dat wij naar de mensen toe gaan en dat het laagdrempelig is. Dus wij zorgen dat zij de box krijgen. En als zij hulp nodig hebben, dan kunnen wij collega's van Energiebank en Wijk Energiewerk een huisbezoek organiseren en installeren van de artikelen. Mijn naam is Moene van La Parra. Ik werk voor Wijk Energiewerk. En een van de activiteiten die Wijk Energiewerk is het verduurzamen van huizen. Ik ben energiecoach en ik ga huis aan huis bij mensen die niet in staat zijn om dat zelf te kunnen doen, om hun huizen te verduurzamen. Het meeste wat er verbruikt wordt binnen een huishouden is gas. Dus dan breng ik de radiatorfolie aan achter de kachel, zodat de warmte niet verloren gaat. Zo probeer ik ook het gedrag van de mensen te veranderen door de verhalen die ik vertel, ook wat ik heb gehoord van andere klanten waar ik ben geweest. Als je efficiënt omgaat met energie binnen in je huis, dan zorg je ervoor dat jouw portemonnee gespekt wordt, maar ook dat de wereld een beetje beter wordt. Is er een boxie, een boxie, een boxie.
speel je een boxie voor de energie. Dan krijg je een boxie. Dan krijg je een boxie voor de energie. Het is zo makkelijk, zo'n doos. Hij zit op woorden vol cadeaus. Dan ben je energie bespaard, zodat je heel veel geld vergaart. Ik sta hier al weken de boxen 010 uit te delen, ja. Ja, dat is hartstikke leuk. Mensen zijn blij. Het is soms wel zwaar, hè? Het is een soort of ding, soms heb ik het idee dat ik in een fabriek sta, maar het is ontzettend leuk en de sfeer is goed. Ja, ik sta bij de kraam om informatie te geven. Nou, de mensen zijn al heel vroeg gekomen, dus er was iemand zelfs in de bus waar ik ook in zat en nou ja, die zei waar is de Antwerpenbouw? Nou, dat is hier. En er stond al een hele rij en mensen zijn ongelooflijk enthousiast en die luisteren best wel naar tips. Maar sommigen zijn ook gefixeerd, die willen die doos hebben. Ik zeg, die box gewoon, want ik krijg gewoon die energiebox. Die doos met 7 lampjes. En de mensen zijn gewoon heel blij. Allemaal, je ziet allemaal blije gezichten. Zo'n mooie ledlamp. Geeft veel licht. En met die tochtschip maak je het. Kost het minder geld. Voor je verwarmingsinstallatie, dankzij de isolatie. Ja, want een huis vol tocht en gaten is weggegooid geld die hij behaalt aan de isolatieplaten. Oh ja, je gas loopt al aan, maar krijg je het lekker warm. Je hebt al zo lang gewacht. Wat zit die lekker vol? Dat had je niet gedacht. Dat glimmende stuk folie is voor je radiator. En de pomp bespaart heel wat. Romeo en Julia. Samson en Delilah, die hadden het koud in Tottenham-paleizen. Maar wij hebben die box, wij vullen de relegatie dankzij de isolatie. Oh. Dankzij de isolatie, mensen. Oh, met zo'n box ga je alle kanten op. Vooral de goede. En de groene. En de besparende kant vooral. Ja, hè? Heerlijk. Zo. Waarom ik de energiebox heb? Nou, ik haal deze eigenlijk op voor mijn moeder. En mijn moeder is iemand die AOW heeft. Dus we waren een beetje te laat voor de Huis van de Wijk. Dus ik hoorde dat het vandaag hier in Zevenkamp was. Dus ik ben hem op gaan halen. Wij zijn inderdaad wel milieubewust bezig. En we proberen overal een beetje op te passen. Maar ja, zeker als minima voor mijn moeder is het toch wel een beetje lastig. Om al dat soort duurzaamheidsdingetjes door te voeren. Dus zijn we heel blij met deze box. Dus... Logisch voor iemand. Die boxen, ik heb proberen wat moet doen, wat kan doen. Ja, dat is isolatie echt voor iedereen belangrijk. Ja. Ik vind het goed natuurlijk, want met die energieprijzen die omhoog zijn gegaan, vind ik dit wel heel erg makkelijk te gebruiken. Heb je gezien wat erin zit? Nog niet. Ik heb wel op die website gekeken wat er allemaal erin zit. Dus ik zie wel wat er allemaal in zit zelf. Wat ga je als eerste gebruiken? Ik ga alles dat in deze doos zit, ga ik gebruiken. Ik heb er lang op moeten wachten. En nu heb ik al voor de derde keer in de rij gestaan. Maar nu heb ik hem toch kunnen bemachtigen. Dat je zegt, en ik ben er heel erg blij mee. Waarom vind je het belangrijk? Nou ja, financieel, dat je zegt, en ook voor het milieu, dat je zegt dat je dingen kan besparen. Dus dat vind ik ook wel een dingetje dat wel meetelt. Wat gaat u allemaal gebruiken, denkt u? Nou, ik denk alles wel. Ik bedoel, achter de kachel en voor de douche natuurlijk, en de spaarlampen. En de tochtstrippen van buiten naar binnen, wat in heel veel energie dan weer spaart. Dat je zegt dat de wind niet meer binnenkomt. Nou, dat was het zo'n beetje. In samenwerking met Rotterdam Milieucentrum en Stichting Pauw
hebben we energiepakketten uitgedeeld op evenementen. Verschillende locaties in Rotterdam en omstreken. En de enthousiasme die mensen krijgen bij het ontvangst van zo'n energiepakket is zo groot dat mensen zelf vragen stellen of dit inderdaad helpt om hun energierekening omlaag te halen. En ik kan je als ervaringsdeskundige zeggen ja. Dus ik zou zeggen, ga zo'n energiepakket ophalen. Ja, ik denk dat gezien de tijd van nu, zoals alles gaat, reilt en zelt op deze wereld, dat wij een goede voorbeeld is voor deze groep. Die dit naar voren brengt om de mensen een beetje wakker te maken en zuinig te worden met energie. En proberen alles, vooral met LED, die misschien maar een vijfde van een lamp nu gebruikt. En dat scheelt al bijna, laten we zeggen, 75% aan energie. Of een vierde, 75% aan energie. En dan scheelt dat hoop in de portemonnee. Nou, we zijn al aardig op weg met de energieboxen. De afgelopen weken hebben we op veel pleinen gestaan. Nu staan we in het Wollefoppenpark in Zevenkamp. Het gaat hartstikke goed. We hebben al duizenden boxen uitgedeeld met energieadvies. Onze milieucoaches geven dus ook energieadvies en de besparingsladder mee met mensen. En mensen kunnen ook heel vaak afspraken maken met energiemonteurs die bij ze thuis komen. En er zijn ook al enkele honderden afspraken over gemaakt.